Goedemiddag. Hij doet het. Dames en heren, ik ben ontzettend blij dat ik veel gasten vanmiddag zie. En wij is Marigold, de Stichting Marigold, zijn natuurlijk sowieso heel erg blij dat we dit symposium vandaag eindelijk door hebben kunnen laten gaan. Want in 2020 waren we het al van plan, 2021 waren we het van plan, maar goed, 2 jaar corona. En dat kon dus helaas niet doorgaan. Nou ja, kan je ook zeggen, heb je 2 jaar de tijd gehad om voor te bereiden. Dus we verwachten u ook iets vanmiddag. Dus ik hoop dat we ook een mooi programma maken. En ik denk ook dat we een mooi programma hebben. Ik hoop dat dit programma u nog meer betrokken maakt bij het onderwerp burgerslachtoffers. En dat het nog meer aandacht van u gaat krijgen. Ik wil natuurlijk meteen beginnen met het heel erg hartelijk welkom heten van onze sprekers van vanmiddag. Dat doe ik op volgorde. Niet van leeftijd, maar ik begin wel bij de jongste spreekster, Eva de Man. Die zit hier vooraan. 11-jarige scholier uit Doornburg. Jij gaat straks een prachtig mooi gedicht voorlezen. Dan mag ik welkom heten mevrouw Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Gelderse Historie, verbonden aan de Radboud Universiteit. Meneer Joost Rosenthal. En u heeft een hele lange, maar ik ga hem proberen, de voorzitter van de Stichting Versterking Herdenking WO2. Ook tevens verbonden aan de Radboud Universiteit. Mevrouw Tineke Seelen, directeur Stichting Vluchteling. Nou, degene die de laatste tijd televisie hebben gekregen, hebben jou, mochten we zeggen, veelvuldig gezien. Dus hoeft ook geen toelichting. De heer Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Hoeft denk ik ook verder geen toelichting. En onze voorzitter Toon van Asseldonk, die gaat zich ook straks tot u richten. Nou, heel erg hartelijk dankbaar allemaal. Of hartelijk dank, moet ik zeggen. Toch even nu dan een fout maken, hoor. Laat ik even mezelf voorstellen, voordat ik denk welke mevrouw staat hier nou eigenlijk te babbelen tegen u. Ik ben Marijke van Veen. Ik ben bestuurslid van de Stichting Marigold. En het bestuur heeft mij gevraagd om vanmiddag het programma een beetje in banen te leiden. Nou, voorzitter, ik ga heel erg mijn best doen. Aan het eind van de middag merken we of dat is gelukt of niet. Een paar praktische dingen. We hebben een mooi programma. We hebben niet echt een pauze. Aan het afloop hebben we iets gezellig, maar wel even een kleine onderbreking. Zodat in de pauze komt u, ik noem maar even de neus poederen. Als daar gelegenheid en noodzaak voor is. Daar gaat u door de sacristie. Dat is wel een bijzondere route trouwens. Zeg ik nou ineens naar het toiletgebouw. En dan twee keer de hoekje om en daar zijn de toiletgelegenheden. En in de bijeenkomst van de pauze of in de pauze, dan gaat Laura ons weer met muziek verblijden. En Laura, jou wil ik nu ook graag even, maar je bent, daar ben je. Ik ben helemaal verdwenen. Laura heeft u net al even gezien en gehoord. Zij heeft ons al welkom gegeten met prachtige nummers van haar. We gaan straks meer van jou horen. Laura, hartstikke bedankt dat jij vandaag ook bij ons wil zijn. We hebben aan het eind vanmiddag zo rond 16:30, dan sluiten we af. Dan hebben we een drankje en een hapje. En dan hoop ik dat u met elkaar een soort informeel samen zijn hebt en elkaar wat meer kan leren kennen. Ik moet in de microfoon blijven praten, technici denk ik, hè? Anders is het niet goed hoorbaar. Ik zou u ook nog op één ding willen wijzen. En dat is aan het begin in de zaal. Heeft u een tafel gezien? Daar liggen hele mooie plakaten op. Die liggen hiervoor ook. Die zijn overigens ook te koop, maar ook mooie penningen. Pins, penningen, speltjes, hoe je het maar wilt noemen. En ik verklap u vast dat u ons echt niet doodongelukkig maakt als u een hele kleine geldelijke bijdrage zou willen leveren door het kopen van die pins. Dan denk ik dat ik alle praktische mededelingen heb gedaan. Dan hoop ik dat... Sorry. Kijk, dit is nou... Ik zei het net al tegen iemand, ik ben geen professionele dagvoorzitter. En dit gebeurt er dan maak je fouten. En dan ben ik zo blij dat iemand anders me helpt. Meneer Henk Jongerius, hoe kan ik u nou vergeten? Notabene, de Dominicaan. Ja, dat is... Sorry. Oh, ik heb dat hoop dat ik het hiermee goed heb gemaakt. Het is heel erg stom voor mij. Nou, excuus daarvoor. En dan zitten we nog wel hier. Hoe kan je nou... Beste Peert van Stal is misschien het verkeerde woord. Maar goed, ik heb het goed gemaakt, hoop ik. Want ik was even bij de penningen gebleven. Ik had u eigenlijk al gevraagd
indirect, maar eigenlijk is het best een directe vraag. Als u ons wil steunen financieel door het kopen van zo'n penning, is dat natuurlijk fantastisch mooi. U ziet dat er opnames worden gemaakt. Die opnames die willen we gebruiken om het op de site te zetten, op een YouTube-filmpje. Er loopt ook een fotograaf rond, dus dan weet u dat in ieder geval die vanmiddag bij ons blijven. Dan denk ik dat ik alles heb gezegd. Dan wens ik ons een hele mooie middag. Een mooie, waardevolle middag over dit hele bijzondere, actuele thema. Het gaat over burgers, want we zeggen, iedere burger telt. Dan wil ik het woord geven aan Eva. Eva, zou jij je prachtig mooie gedicht willen voordragen, getiteld Een Eeuwigheid. Eva. Een eeuwigheid. 200 dagen. Alleen maar vechten. Wat een tijd. Er lijkt geen eind aan te komen. Onze lingen was het midden van de strijd. De een hier, de ander daar. 20 doden lijkt maar weinig. Maar voor elke persoon is het een familielid minder. Alles verwoest. Alleen maar troep. Stank. Wat een ellende. Mannen keren terug. Bouwen het dorp op. Zorgen dat het leven verder kan gaan. Vrouwen, kinderen, iedereen kan terug. Na die eeuwenlange ellendige oorlog kan het leven weer tot gang komen. Maar wij mogen blij zijn dat we naar school kunnen sporten, kunnen werken. We mogen van geluk spreken, dat we onze mening kunnen geven, kunnen geloven in wat we willen. We mogen dankbaar zijn voor de mannen die ons vroeger ellendige dorp hebben kunnen ombouwen naar dit prachtige dorp. We mogen blij zijn dat wij in vrede mogen leven. Dankjewel Eva. Prachtig mooi voorgedragen. En ik heb er vergeten bij te zeggen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het is een heel mooi gedicht, indrukwekkend gedicht. Maar het is ook een gedicht door jouzelf geschreven. Dat maakt het natuurlijk heel erg bijzonder.